Ik ben Ibrahim, ik ben 25 jaar oud. Ik kom uit Syrië. Ik volg opleiding persoonlijke begeleiding maatschappelijke zorg. De mensen die moeilijk zijn met gedragsproblemen, maar ook met gehandicapten, met de jongens, de nieuwkomers, want als ze vluchteling, dan kun je ook een begeleiding met hun behoeften, met de vraagstukken, je kan van alles. Ik heb eigenlijk voor deze opleiding gekozen om echt om andere mensen te helpen. Want toen ik Nederlands kwam, weet je, er zijn zoveel mensen die hebben mij geholpen. Ik moet nuttig voor het land worden. En weet je, ik ben ook zelf sociaal, ik vind het ook mooi om andere mensen te helpen. Maak je dat wie je bent, ik help je uit mijn hart. Ik loop stage bij Aanval Brabant als onderwijsassistent, want ik ben zelf gevlucht. Ik ben al 7 jaar in Nederland. En daar weet je, ik heb veel dingen ervaring meegenomen. En ik wil graag gewoon mijn ervaring voor die jongens delen. Ik ben eigenlijk de ambassadeur geworden van de MBO, omdat ik doorzetter ben. Als je doel niet haalt, verander je doel niet, maar verander wel het plan.